De Afghaanse Nazila groeide op in Iran. Als klein meisje wist ze het al. Ze wilde arts worden. Op 6-jarige leeftijd kreeg ze zelfs een doktersjas van haar ouders. Maar in Iran was naar school gaan voor Nazila uitgesloten. Daarom vluchtte ze naar Nederland. Na de aanmeldprocedure maakte het UAF samen met Nazila een realistisch plan om haar droom te verwezenlijken. Het UAF ondersteunde Nazila op verschillende momenten. Van het leren van de Nederlandse taal en studievoorbereiding tot begeleiding tijdens haar studie en het vinden van een plek voor co-schappen. Zo werd Nazila de regisseur van haar eigen toekomst. In 1 jaar behaalde Nazila haar VWO-diploma met hoge cijfers. De deur naar de universiteit ging open en Nazila mocht geneeskunde gaan studeren. Is het Nazila Hosseini gelukt om arts te worden? Lees hier het hele verhaal.